Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. We gaan nu verder met het tweede deel van een granny square haken. En zoals je ziet, nou zou het er ongeveer zo uit moeten zien. Ik ben natuurlijk zelf aan het filmen en aan het haken tegelijk. Dus dat kan, het kan dat er iets anders uitziet. Maar het is nu al een klein vierkantje als het goed is. En je ziet vier gaten in de hoeken. En daartussen zitten schelpjes van drie stokjes. Nou, daar gaan we nu mee verder. Je begint nu met het haken van drie lossen. 1, 2 en dat is 3. Dat is het eerste deel van je eerste schelp. Nu draai je het haakwerk om. Nu zie je onder de drie lossen zie je een groot gat, een open ruimte en daar ga je nu in haken. Omslaan, insteken, de draad ophalen, dus insteken in de open ruimte, de draad ophalen en dan haal je de draad door 2 en door 2. Dat is een stokje. En dan nog een keer. Om naar de volgende open ruimte te gaan, haak je 1 losse. Nu ga je beginnen met een serie van 3 stokjes en dan een hoek maken. 2 losse dus haken en dan weer 3 stokjes. Om te beginnen haak je 3 stokjes. Nu ga je een hoek maken. Je gaat de hoek om door 2 lossen te haken. Dat heb je in de eerste ronde ook gedaan. Maar nu zal je het misschien beter kunnen zien, het resultaat. En dan ga je in dezelfde open ruimte als daarnet weer 3 stokjes haken. Eigenlijk ga je nu alleen nog maar dingen herhalen die je tot nu toe gedaan hebt. Dus dat is een serie maken van 3 stokjes en dan een hoek maken. 2 lossen dus haken en dan weer 3 stokjes. En dan naar de volgende ruimte te gaan, haak je 1 losse. En dan weer een serie. Nou, ook al begrijp je totaal niet waar ik het over heb, als je het filmpje volgt, dan moet het goed komen.
Huh? Nu haak je een halve vaste door, dus door de lussen heen te steken. Je haalt de draad op en dan haal je hem in één keer door die lussen heen. Nou, je bent nu klaar met het tweede deel van de granny. En ik hoop dat je het nog steeds net zo leuk vindt als ik. En we gaan gewoon lekker weer verder. Met de volgende ronde bij de volgende video. Dag!